Doe wie het nog een duo, maar nou is alleen nog Arnold de Boer nog oer. Verslaggever Douwe Talma zocht uit hoe het nou krek zit met de ontnota vermiste Remco Meurmans. Seja is een band die het internationaal faam kreeg en had toch een protte optredens door een jaren. Arnold de Boer had nog een studio in het magazijn van de winkel van zijn heit en mammy Makkem. Ja, dat isoleert goed, hè. We hebben van deze kasten, dus het is maar een moordenbout in het magazijn. En mijn heit die laat Piet, maar die ken ik heel goed gediend op hem. Dus een gedienstje tussen maken, zeg maar. En nou heb ik dus in mijn studio, maar mijn mam hier nog net nog een plak voor de onderbroek, dus die lees je nou voor. Ja, we hebben de Arune jaren, nou de Arune 4 jaar, hebben we heel soort op tournee geweest. Ja, drie keer in Amerika, in Canada ben we geweest. Nou, meer dan 10 keer door Engeland. Heel vaak in Frankrijk, Duitsland, Italië, laatst nog in Slovenië geweest. We zijn dus Arune hier. Ik in Ethiopië geweest en ik ben in mijn eentje ik nog in Ghana geweest en daar heb ik spelen en mooi muzikant in de studio werken. Ja, nou in Ethiopië wie het wel heel anders als in Ghana, want in Ethiopië daar speelden we in een heel mooi oude theater bijvoorbeeld en we speelden daar in een bar opzetten door een Franse jongen. Remco die wie daar nog bij, dat die de laatste optreden die ik maar Remco dien hè. Op een gegeven moment in die bar, zeg maar, we speelden Bleak Vliegers, we stonden net op het podium. Het stond helemaal vol en iedereen is toen om eens heen te doen. En op een gegeven moment roept Remco van, waar heb je rookmachine om ons hebben? Ik zei, er is helemaal geen rookmachine. Hij zei, nou god, voor dit en dat. Ik zei, maar dat al dat stof, dat kwam omheen. Want al die mensen die in het doen zijn en aan het springen, weet ik wat daar. Dat weer, nou ja, weer ongelooflijk. Vroeger heb ik wel, of tenminste vroeger, maar voordat ik mijn band goed bij me kon hier, zeg maar, heb ik wel reizigen. En toen heb ik op een gegeven moment bedacht van, ja, dat reizigen is best leuk. En als er wat te drinken bij is, is het nog leuker. Maar als niks te dwanen is, op een gegeven moment, ja, is ik hier in mijn nocht van. Dus ik dacht, ik wil nog wel de wereld zien, maar alleen maar mijn muziekmind zien. Dit wie in Ghana. Daar speel ik met een muzikant die het ken, Carbonu. En die hier op een gegeven moment regelen, die zei van Arnold, dat woest nog nooit noorden. Nou, Gindo dan maar even een ta. Dan als het weer omkomt, dan heb ik een optreden regelen. Maar ze hebben in Ghana hebben ze helemaal geen podia. Of hoe neemt dat? Seon, wist wel. Dat, ze hebben daar alleen nog een heel soort kerk en er wordt muziek maken in kerk en alles. Dus ik dacht, nou, hoe zal er het hebben? Maar dus toen een oude kerk leeg, want die weer te Leeds. En toen hier die dus blijkbaar. Dus wij rieden Medina, dat is een buitenwijk van Accra, rieden wij in. En toen ik weer omkwam uit het noorden van Ghana. En toen hong dit bij die katholieke kerk heel grut. Zeja en Ken Carbonu in concert. Supporting the needy. Seja toerde dus een protte in het buitenland, maar toen kwamen ze in Rusland aan en daar ging het met Remco mis. Dus de eerste keer dat wij in Rusland op een tournee waren, slipte Remco daar ergens in de keuken op een vlier. En Gert-Jan, de gloedsman en ik ergens in de kamer. Want Remco die maakt altijd lawaai als hij slipte. Dus hij moest altijd apart. Maar we slipten in huis bij de drumster van de band Ivanova, een Russische band, dus uit Sint-Petersburg. Tijdens het interview met Arnold had uw verslagjouwer Douwe Talma wel terug dat er iets net deugde aan het verhaal van deze man. Na lang aandringen wil er uw verslagjouwer dan ook wat sjen litten. Nou kom maar mij, we moeten hier even omheen. Dan kan ik het wel even sjen litten. Je meer hier rood. Nou, het is helemaal skeer aan, jong. Dat is klinkt niet meer lezen. Komt dan net hier. Nou ja. Ik ben toen s'nachts hier in de room. En een maat van die koel hier maar aan boord zie. En nou jong, hier zit de haaien. En het is je hartstikke jib. Voortal, is er maar eens groot. Dat vind ze hem nooit weg, hè? Clipcar Plus. Arnold de Boer is het enige bandlid wat nog hoor is van Seja.
Zijn bandmaat Remco is voor het laatst zien in Rusland. Jeder in de Zuidsturing. Nou, kom maar, Mai. We moeten hier even omheen. Dan kan ik wel even zien. Hier meer in je rood. Nou, het is een keer aan, jongen. Dat klinkt ik mooi lezen. Komt dan net in. Nou ja, ik ben toen s'nachts hier in de room. En een maat van die koel hier maar aan boord zien. En nou jongen, hier zit de haaien. Uw verslagjouwer vertrouwde het net, doet Arnold begoen door het cannibalisme en wat ze onderbij zal je even vleishoorn hier. Nou ja, dat heb ik al van werk, hè. De slachter ben ik iets in oor. Doet Arnold echt nog grutske vertelde dat nijste muziek, het sieren van vleizige sop in een van zijn grutste hobby's is, wie het bij u wel duidelijk. Nou, dat is wel lekker, hè? Al dat vlees erin. Heerlijk, man. Ben dat mooi, man. En kijk, hier dat wat opsneden, dus op zich lukte dat wel, maar dat sleept er wel maar. S'nachts, mensen denken, ja, ik... Maar jongen, ik leef net dat in je mission hebt, want... Misschien is het al je wel tafel, maar je denkt er toch gauw wat. Maar we sliepen in huis bij de drumster van de band Ivanova, een Russische band, dus die is uit Sint-Petersburg. En op die manier kwam Remco haar een pekertje, maar is betiert of dit of dat. En dat, ja, wij hielden wel in de gaten dat die meer dan alleen maar gewoon gezellig zit, maar op een bepaald moment. En... nou ja, oké, okay. Wij gingen op tournee, wij speelden dus optredens. Maar toen ben we daarna nog twee keer op tournee geweest in Rusland. En toen is Remco, die drumster, Katja, ze gewoon iets te vaak zien komen. En nou, van het hij ondertussen in Sint-Petersburg, is getrouwd en hij is een lied in. Dus, nou ja, dat weer Remco is. Of tenminste, dat is Remco, dat doet hij op dit moment. En, dus als ik in Rusland ben, zou ik vast nog een keer maar helemaal podium opstappen. Maar de rest van de wereld mag ik zelf gaan. Oh, nou ja, dan is het tafel. Zee, ja, ik heb in elk geval een wol terug. En er komt een nieuwe CD, jongen.